Vandaag gaan we met de bewoners bloemschikken, sjoelen en koekjes bakken. En we gaan ook nog met de bewoners een aantal naar de markt. Het mooie weer, het regent niet. We kunnen gezellig met elkaar daarheen. En we gaan gezellig op de markt een kijkje nemen. Het initiatief om zorgmedewerkers te helpen is bedacht door lerares Eline van Putten en haar directeur Ludo van Doornik. Alleen maar staken vinden zij niet genoeg. Volgens hen heeft zorgpersoneel het ook ontzettend zwaar. Door de hoge werkdruk blijft er nauwelijks tijd over om leuke activiteiten voor de ouderen te organiseren, zo zegt Van Putten. We hebben met elkaar nu over gehad van eigenlijk wat wij hebben op school is een maatschappelijk probleem. En de zorg heeft hetzelfde probleem als wij, mensen tekort. En toen dachten we, ja, waarom zullen wij staken door niet te werken? Laten we handen uit de mouwen steken en dan onze collega's helpen en dan in de zorg. De moeder van Eline van Putten werkt in de regenboog. Zij ervaart veel overeenkomsten tussen werken in de zorg en werken in het onderwijs. En hoe waren de reacties op school? Heel leuk. We hebben eigenlijk best wel heel veel lovende reacties gehad. Ouders die het heel erg leuk vinden dat we ook echt wat gaan doen voor de maatschappij. En niet zeggen, we doen niks. We gaan gewoon thuis zitten. Dus eigenlijk alle reacties die we hebben gehad waren heel positief.